Suleiman Kerimov kwam in het nieuws toen hij met zijn Ferrari crashte in Nice. Hij werd toen met zware brandwonden overgebracht naar het militair ziekenhuis in Neder-Overheemweg. En daarna nog een tijd lang door Belgische militaire verplegers verzwakt in Moskou. Hier in het Belgisch-Nederlandse visumcentrum hadden vijf Thaise danseressen een aanvraag ingediend voor een Schengen-visum. De Kronbrugge regelde zelf het visum bij wijze van brievenbrief aan Kerimov. In december legde hij in een DRT-interview.